Het Instituut voor Women, Gender and Development Studies, IWGDS, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, heeft vandaag een lezing gehouden. Deze lezing handelde over de uitdagingen die vrouwen in het Caribisch gebied ondervinden als het aankomt op gendergelijkheid en seksualiteit. Het thema was Gender, Sexuality and Caribbean Diversity, The Challenges of the Caribbean. De presentatie maakt ook deel uit van een project dat de universiteit samen met de UNESCO heeft uitgevoerd in februari en maart. Toen is er een cursus op het gebied van gendergelijkheid gegeven aan sleutelfiguren. Tijdens de lezing vandaag ging professor Rhoda Reddock van Trinidad en Tobago in op de uitdagingen op het gebied van gender in het Caribisch gebied. Gender staat in de regio bekend als onderzoeker en schrijver. And I think just to divert a little, this is a very important point to note. Because even as we encourage women to be more like men, and masculinity in a way becomes the model of humanness, then we can try to encourage men to be more like women, but it's not exactly the same. Because the negativity assigned to femaleness makes it very difficult for men to acknowledge and accept any move in that direction. Even if it refers to things like education, health, etc. Now the sex gender binary is another more recent construction along these lines. It emerged as a way of differentiating the socially constructed expressions of male-female differences, for example, masculinity and femininity. Enkele van de uitdagingen in zowel Suriname als de rest van het Caribisch gebied zijn het uitbannen van huiselijk geweld, seksueel geweld en suïcide, zegt de coördinator van het IWGDS, Renuka Bihari. Er wordt volgens haar daarom ook continu geïnvesteerd in awareness-programma's. Deze Caribische landen hebben eigenlijk in vergelijking met andere landen in Europa en in Azië toch wel min of meer dezelfde problemen met dezelfde achtergronden. En hoe kan het worden opgelost? Door samen te werken natuurlijk, omdat we juist weten dat we dezelfde problemen hebben. We weten waar het vandaan komt, we weten wat de root is eigenlijk van deze problemen. Is het heel goed om met elkaar samen te gaan werken, om te kijken van wie doet wat. Maar ook het feit dat de University of West Indies ook binnen de regio al heel lang bezig is met gender studies. Ja, Rhoda Reddock, professor Rhoda Reddock zegt het ook al dat ze al langer dan 30 jaar hier in Trinidad bezig zijn met gender studies. Ze zijn op zowel in Trinidad, in Jamaica als op Barbados gevestigd, dat instituut. En dat zij al langer dan 30 jaar onderzoek doen in gender studies. Renuka Bihari, coördinator van het IWGDS van de Anton de Kom Universiteit. Het IWGDS heeft vandaag een lezing gehouden over de uitdagingen in het Caribisch gebied als het aankomt op gendergelijkheid. De lezing is gehouden in de guesthouse van de universiteit.